Ik ben Eelco Bos van Rosenthal. Ik was van 2007 tot 2013 correspondent in de Verenigde Staten voor de NOS. En tegenwoordig ben ik verslaggever bij Nieuwsuur. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave. The Challenger crew was pulling us into the future. And we'll continue to follow. Op 28 januari 1986 zou de Challenger de lucht in gaan, Space Shuttle. Niet voor de eerste keer, het was al de 25e vlucht, de 10e keer met dat toestel. Maar het was een bijzondere vlucht, met name omdat er een lerares aan boord was, een Amerikaanse onderwijzeres. De regering Reagan had dat bedacht om ruimtevaart dichter bij de kinderen, bij de jeugd te brengen. En had een wedstrijd uitgeschreven waar leraren en leraressen uit het hele land aan mee konden doen. Om te kijken wie er het meest geschikt was om met die echte astronauten de ruimte in te gaan. En Christa McAuliffe, een lerares uit New Hampshire, die won. Ja, en heel Amerika zat aan de buis gekluisterd. En dus ook duizenden, tienduizenden schoolkinderen in heel Amerika. Omdat een lerares, iemand die bij hen dagelijks voor de klas stond, de ruimte in zou gaan. En dat moest bij kinderen in het hele land tot de verbeelding spreken. En dat was ook zo, totdat het misging. 4, 3... 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roger, roll program. Roger, roll, Challenger. Engine throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. Roger, go with throttle up. De Challenger was, ik geloof, iets meer dan 70 seconden onderweg. Iedereen keek toe, live, op de basis, op televisie. Ja, en toen spatte hij uiteen. Ik bedoel, dat is een iconisch beeld. Ik was 10 jaar oud, ik herinner me ook nog wel. En je ziet die beelden van toen, en mensen zitten met open mond te kijken. Ronald Reagan was president. Hij stond voor een belangrijke politieke dag. Hij zou die avond de State of the Union speech houden. Dat is een belangrijk politiek moment in Washington. En ja, al heel snel was duidelijk dat die toespraak niet door kon gaan. Ladies and gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the State of the Union. Dus die speech werd afgeblazen, wat al heel bijzonder is in de Amerikaanse geschiedenis. Dit was het moment, dat was ook wel duidelijk voor een speech vanuit de Oval Office. Dat is het kantoor van de president en eigenlijk het belangrijkste podium dat hij heeft. Op het moment dat een president vanuit de Oval Office recht in de camera kijkt en het volk toespreekt, dan weet je, er is iets aan de hand. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. Dus die speech moest geschreven worden. En wie zou dat doen? De stafchef van Reagan, Don Regan heet hij. De handige man die besloot dat... hij zei dat meisje moet het doen. En dat meisje, dat was Peggy Noonan. Inmiddels is ze een beroemde schrijfster en columnist. Maar toen was ze een jonge vrouw die onderdeel uitmaakte van het speechschrijversteam. En ontzettend veel talent had. En Reagan wist ook, het was een speech met ook wel valkuilen. Want... natuurlijk moest hij zijn medeleven betuigen. Hè. Bij een natuurramp of bij een terroristische aanslag is dat vrij eenvoudig. Maar dit had toch ook een politieke lading. Want dit ging over de Amerikaanse ruimtevaart. Een enorm ambitieus project op dat moment. En er was duidelijk iets misgegaan. Want die Space Shuttle die had niet uiteen moeten spatten. Dus hij wist ook, op dit moment is er rouw. Maar er zal over een paar dagen en de komende weken en misschien de komende maanden kritiek komen. Er zal worden onderzocht hoe kon dit misgaan, er zal iets mis zijn gegaan. Onomstreden was dat ruimtevaartprogramma niet. Dus Reagan wist, of zijn speechschrijver wist, dat hij niet alleen zijn medeleven moest betuigen, maar ook iets moest zeggen waaruit bleek dat het ruimtevaartprogramma gewoon door moest gaan en dat deze mensen voor iets, en ook deze lerares, voor iets goeds gestorven waren. We'll continue our quest in space. There will be more shuttle flights and more shuttle crews, and yes, more volunteers, more civilians, more teachers in space. Nothing ends here. Our hopes and our journeys continue. En dat is het knappe van die speech, dat hij die boodschap wist te brengen, zonder dat hij meteen beschuldigd zou worden van politiek gewin of zijn gelijk proberen te halen.